We kijken regionale werkloosheid en daar zit het woordje regio in. Regio, en dan weet je eigenlijk al gelijk wat het betekent. De werkloosheid. De werkloosheid kan per regio of per gebied kan per regio verschillen van het landelijk gemiddelde werkloosheidscijfer. De werkloosheid kan per regio verschillen van het landelijk gemiddeld werkloosheidscijfer. In sommige gebieden, in sommige regio's, minder werkloosheid dan gemiddeld. Minder werkloosheid dan gemiddeld. En in sommige regio's heb je meer werkloosheid dan gemiddeld. In de ene regio heb je dus meer werkloosheid en in de andere regio heb je minder. En nou ja, werkloosheid in steden is vaak lager. Werkloosheid in de Randstad, laat ik het zo noemen. In de Randstad, dus Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, is lager dan in bijvoorbeeld Groningen. Daar is de werkloosheid wat hoger dan gemiddeld. Nou, wat kan de overheid doen? De overheid kan nou ja, overheidsbedrijven of de overheid kan werk creëren. Creëren in gebieden. In gebieden waar de werkloosheid hoger is. Waar de werkloosheid hoger is. En wat kun je dan, waar kun je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan Duo, waar je heen moet of waar je brieven naartoe moet sturen voor je studiefinanciering. En die zijn bijvoorbeeld in Groningen gevestigd. Zo creëert de overheid daar banen en zal de werkloosheid daar eventueel lager worden, omdat er dan wat werk is voor de mensen. Als je daar grote overheidsinstellingen plaatst, dan zorgt dat voor werkgelegenheid. Nou, wat is regionale werkloosheid? De werkloosheid kan per regio verschillen van het landelijk gemiddelde werkloosheidscijfer. Nou, in sommige regio's is er minder werkloosheid, in sommige is er meer. De werkloosheid in de Randstad is bijvoorbeeld lager dan in Groningen. En de overheid kan werk creëren in gebieden waar, waar werkloosheid is. En je kunt dan denken aan Duo van de studiefinanciering en de inschrijving van vervolgstudies. Die zijn gevestigd in Groningen omdat dat daar voor werk zorgt.